Sterrenbeeld Waterman. Waterman, van harte welkom op het kanaal van Mireille Online. Mireille hier. Leuk dat je deze video hebt aangeklikt. We gaan kijken, Waterman, voor jouw sterrenbeeld voor de maand augustus 2020. Ik heb er super veel zin in en ik hoop jij ook. Voordat ik de kaarten ga leggen, heb ik nog even een kleine mededeling. Allereerst natuurlijk iedereen heel erg bedankt voor al die ontzettend leuke reacties. Ook jullie openhartigheid, jullie feedback. Helemaal top. Ook die duim omhoog. Echt geweldig. En dat geeft mij natuurlijk ook heel veel energie. En het boost mij echt om lekker hiermee door te blijven gaan. Dus blijf dat alsjeblieft doen. Ik vind het echt super leuk. Ik zit iedere keer weer met een grote glimlach alles te lezen. En het viel mij ook op dat steeds meer mensen de video's doorsturen naar anderen, delen op social media. Nou, echt, echt super gaaf. Dus dank jullie wel, want delen is vermenigvuldig. En je weet maar nooit via welke route er iets bij iemand terechtkomt en wat die persoon daar dan net aan kan hebben. Dus dat is natuurlijk wel heel leuk. De actie die ik deze keer weer heb, ik heb... van WWW het inspiratiepakket 5 weggeefpakketten aangeboden gekregen die ik aan jullie mag uitdelen. Dus hoe leuk is dat? Wat is het inspiratiepakket? Daar heb ik een aparte video voor gemaakt. Anders moet ik het 2 keer 12 keer uitleggen. Wordt een beetje veel. Er staat 1 video in de playlist op dit kanaal met uitgebreide uitleg. Het inspiratiepakket winnen betekent dat je een pakket krijgt met 6 verschillende magazines. Dus dat is natuurlijk heel erg leuk. Check zeker even de video. En wat moet je doen om daarvoor in aanmerking te kunnen komen? Zorg dat je hieronder ergens op die abonneerknop klikt. Dat je abonnee bent. En laat even een reactie achter in een van deze 12 algemene sterrenbeeldreadingen. Of in de 12 liefdessterrenbeeldreadingen voor de maand augustus 2020. Tweede helft van augustus dan zal ik de winnaars bekendmaken. Door middel van een reactie in jouw reactie. Daarom is die reactie zo belangrijk. Dat mag zijn van, joh, ik wil winnen, ik wil meedoen. Of gewoon wat je er van de video vindt. Dat maakt verder niet uit. En ik wens jou natuurlijk heel veel geluk. En misschien ben jij deze maand wel een van de gelukkigen. Heb je nou niet gewonnen, niet getreurd. Komt vanzelf alweer een nieuwe leuke weggeefactie aan. Dus iedere keer weer een nieuwe ronde, nieuwe prijzen. Genoeg gekletst, vind je ook niet? We gaan lekker beginnen met de kaarten. En ik ga eerst eens even de zodiakkaarten gebruiken om te kijken welke energie eigenlijk jouw energie komende maand zal versterken en beïnvloeden. Nou, die valt er al uit en dan heb ik Saturnus voor je. Alsjeblieft, super mooie kaart. En Saturnus gaat over grenzen en balans onder andere. Ik zal hem nog eventjes van dichtbij laten zien. Alsjeblieft, ik zet hem hier neer. En we gaan even de tarot erbij pakken. Dus ik ben benieuwd. Oké, daar gaan we. Zo. Verantwoordelijkheid is belangrijk. Grenzen stellen, balans, vooral voor jezelf. Dat is belangrijk met de Saturnus-energie. En we gaan eens even kijken vanuit de tarot wat ik door mag krijgen voor het sterrenbeeld Waterman voor de maand augustus 2020. Kom maar door, ik ben benieuwd. Daar gaan we. Zon. Zo, hey. De zon en gelijkbekers 3. Dat is waar je in verkeert of binnenkort in gaat verkeren. Vanuit de kluizenaar. Je hebt even wakker gelegen en... stilstand ervaren. Zwaarde 3. Zwaarde 7. Opletten. Zegenwagen. Lovers. Hey. Oelala. Hoge priesteres. En munten 5. Nou, gaan we met de Lenneman nog eventjes verduidelijking, verdieping en bevestiging vragen. En, dat is wel even voordat ik het vergeet. Je krijgt best veel vragen van mensen over kaart leggen. Hoe moet dit? En wat betekent dat? Ja, ik kan er natuurlijk achter de schermen niet aan beginnen om dat allemaal los te gaan beantwoorden. Ik heb in het verleden vaker workshops en trainingen gegeven. Wil jij nou echt de Lenneman leren? Ik heb een online Lenneman klas voor jou klaargezet. 6 augustus start ik met de eerste groep level 1. Dus voel je vrij om ook in te stappen. Informatie vind je in de beschrijving onderaan deze video. En je bent natuurlijk van harte welkom. We hebben al een hele leuke groep.
Dus maar check gewoon eventjes de linkjes als je daar interesse in mocht hebben. Of misschien wil je wel gewoon eens een keer echt iets heel nieuws leren. Out of the box. Oké, ter verduidelijking en aanvulling voor het sterrenbeeld Waterman voor augustus 2020. Ik heb voor jou de brief. De hond. De beer, de muizen. Zo, heftig man. Of vrouw. Vosje, anker, hey. Maar dat vind ik wel leuk. Veranker de liefde. Top. Oké. Ik denk dat ik straks nog wat extra verduidelijking nodig heb, wat ik hier zie liggen. Ja, we beginnen eigenlijk met de zon en er valt iets te vieren. Even kijken hoor, want je hebt ook iets overwonnen, maar je hebt best wel een strijd achter de rug. En dat zie ik al aan zwaar de vier, waar ik zo even op terug ga komen. Ik ga eventjes met het verhaal beginnen waar jij nu in verkeert of in zal gaan verkeren. En heb ik de kaart de zon voor jou vanuit de tarot. De zon is eigenlijk bezieling, charisma, geluk, zegening, een keerpunt, dus negativiteit, wat je ervaren hebt als negatief, want dat betekent ook groeien en klimmen en beproevingen. De zon gaat echt voor je schijnen. Pak ik hem in deze combinatie, dan heeft het waarschijnlijk of met een nieuwe liefde te maken, maar een baby op komst is natuurlijk ook een nieuwe liefde, maar daar kan het mee te maken hebben. Het kan natuurlijk niet met alle watermannen resoneren, want dan zou iedereen ineens kindjes krijgen. Zo werkt dat niet. Sowieso de legging, haal eruit waar jij wat mee kan. Het kan nooit 100% resoneren. Check ook even je maan en je ascendant reading eventueel. En dan heb je zoveel mogelijk inzicht voor jezelf. Wedergeboorte, er valt echt iets te vieren, overwinning. Kan zijn dat je nog ergens met een derde in het verhaal te maken hebt. Op de een of andere manier, dat zie ik al aan een andere kaart die hier ligt, kom ik ook zo op terug. Berichtgevingen, lag op de zon, dus dat betekent berichtgevingen waar de zon op schijnt, positieve berichten. Bekers 3 en de hond. De hond staat voor een raadgever, adviseur, maar ook trouw zijn aan jezelf. Kan ook officieel zijn, hè, vanuit een advocaat, belasting, want de hond met de brief kan daar echt op duiden. Dus ja, dat is eventjes, je krijgt je geluk. Je geluk komt ook eigenlijk aan je tevoorschijn. Dat wordt gekruist met het vieren. Er valt ook iets te vieren. Geboorte, wedergeboorte, randje wat eraan zit, derde in de partij. Maar dat kan ook zakelijk zijn, hè? Dus voor de een zal dat meer zakelijk zijn, voor de ander misschien toch relationeel. Wie de schoen past, mag hem aantrekken, zal ik zeggen. En wat ligt er dan onder? De kluizenaar. Maagdenergie. De kluizenaar, die schijnt even zijn licht op alles. Dat zie je hier ook. Ik moet altijd verdenken welk dek ik heb, want ieder dek laat het net weer even anders zien. De kluizenaar trekt zich altijd even terug om tot bezinning te komen, tot inzicht te komen. En dat kan nooit kwaad. Als je ze even helemaal terugtrekt, even je eigen licht op de situatie schijnt, loskoppelt van alles wat aan je hangt, krijg je weer een schoon vers beeld en een nieuw inzicht. De beer heeft met oerkracht te maken, maar ook met iets met twee gezichten. Dus, en het kan heel goed zijn dat iemand een situatie wil verzieken. En dat weet ik bijna wel zeker, want ik heb hier een zware 3. Dus dat heeft met een verbroken belofte te maken. Ik zie hier een gemis en een bijkomen van een strijd. Hier zie ik het gevoel van, ja, dat dingen niet helemaal eerlijk zijn gegaan. Dus dat kan, en dan wil ik het niet allemaal zwart maken, negatief maken. Ik zie het gewoon liggen, dus ik benoem het. Maar er liggen ook alweer heel veel mooie kaarten waar het naartoe mag gaan. Kijk, de muizen heeft met een gemis te maken, een diefstal of het knagen van dingen. En dan zwaar de 4, transformatie, bijkomen na een strijd. En als je kijkt, hier zie je dat kerkraam. Ik hoop dat ik het goed aanwijs. Hier ongeveer die strijder. Dus je hebt een strijd achter de rug. Je mag daar van bij komen. Vandaar dat je ook een zwaard op je buik hebt liggen. Want de zwaarden staan voor het mentale. Even je hoofd tot rust laten komen. Staan een aantal zwaarden rechtop. En dat heeft ermee te maken dat je ze echt wel op een rij hebt. Alles is helder, maar je moet wel bijkomen. Je hebt best wel even wat achter de kiezen. Zwaarden 3. En hier heb ik ook zwaarden 3. Want hier zie je 3 zwaarden rechtop staan. Hier zie je ook 3 zwaarden, dus daar heeft het zeker mee te maken. Dus ook het inzicht. En het inzicht is eigenlijk
dat je knopen door mag gaan hakken. Wat je wel wil en wat je niet wil. Gebroken beloftes, verdriet, liefdesverdriet, rouw. Maar het kan ook te maken hebben met jouw sterke karakter en uithoudingsvermogen, waterman. Je gaat knopen doorhakken. Je moet beslissingen gaan nemen. En ik heb heel sterk het gevoel dat je dat liever niet wil. Tegen beter weten in. Neem gewoon je tijd. Die kluizenaar ligt er ook van, ja, wat gaan we doen? En ja, als je keuzes durft te maken, kan er ook weer iets in beweging komen voor jou. En neem ook de tijd voor hetgene waar je eventueel verdrietig over bent. Neem dat met je mee. Want waar gaat het naartoe? Let sowieso op berichtgevingen die naar je toe komen. Aan de ene kant komt er positiviteit naar je toe. En dat heeft met overwinning en werkgerelateerde zaken te maken. Dan pak ik de lijn alweer zo. Maar dit is niet zo'n hele leuke kaart. Kijk, je voelt je bedonderd, je bent bedonderd of je hebt de boel bedonderd. Sorry, maar één van de drie zal ik maar zeggen. Er staan nog twee zwaarden rechtop hier in het raam. Die andere zwaarden heb je vast. Dus ik heb het gevoel dat je best wel de controle hebt. Maar er zijn dingen niet helemaal eerlijk gegaan. Dus daar heb je wel mee te maken. Ja, pak ik hem in. Er is iets wat niet helemaal lekker gegaan is. Er is je iets ontnomen. Of iemand heeft je proberen een loer te draaien. Privé of zakelijk. Berichtgevingen. Let erop dat berichten wel kloppen. Dus laat je niet van de wijs brengen. Hier ligt ook niet voor niks. Hier raadgeven met officiële documenten. En anderzijds zie ik hier gewoon, hoe kijk jij naar de situatie? Dus daarom zeg ik van ja, het klinkt misschien wat zwaar. Ja, ik kan hier ook niet een sprookje gaan zitten vertellen. Overwinning, de zegenwagen. Je hebt eigenlijk de teugels zelf weer in handen. En je hebt misschien even het gevoel gehad dat dat niet zo was, maar niets is minder waar. Soms moet je even gewoon kalm blijven, achterover leunen. Even kijken van, joh, wat gebeurt hier allemaal? Loskoppelen. Dan krijg je namelijk weer zicht, overzicht, inzicht en dan kun je daar weer naar handelen. Soms moet je ook sluw zijn, maar dit staat ook voor werk en carrière. Plus de Vos is een harde werker en bereid om voor het gezin te zorgen. Dus, maar je hebt even die battle gewoon gehad. En dan pak ik voor jou de Lovers. Maar het wordt nog mooier. De geliefde. Dat heeft met verliefd zijn te maken, een samenwerking, een nieuw verbond. Dus dat kan ook op zakelijk vlak zijn, maar ook zeker op relationeel vlak. Het anker, je hebt gewoon met een soulmate te maken. Bam, karmische verbinding. Of nou een twin is, tweelingziel, zielsverwant. Laat alsjeblieft die titels los. Het is karmische verbinding en dat is heel breed. Ik hoor heel vaak, ja, mijn tweelingziel. Ja, hoe weet je dan dat je tweelingziel is? Mensen die doen soms ook uit naam der liefde alles, ja, zichzelf eigenlijk tekort. Dus vul dat niet zomaar in. Dat wil ik even terzijde hiervan benoemen. Lovers, samenwerking, verliefd zijn, mannelijk en vrouwelijk mag ook weer in evenwicht gebracht worden. Het anker staat ook voor grote liefde, zeker met die zon hier. Super, echt super mooi. Pak ik hem zo de lijn, want ik kan dat op heel veel manieren kan ik dit lezen en kan ik het verhaal naar boven halen. Hier pak ik berichtgeving, betreft werk, wat al vast ligt, grote liefde, succes op werk. Dus het ligt er echt super bij, alleen je hebt gewoon wel wat beproevingen waar je doorheen mag. En ja, zo is het leven. Dat ontloop je niet. Dat hebben we allemaal, maken we dat mee en dat betekent ook dat je aan het groeien bent. Het leven is gewoon een avontuur. Hoop en vrees, je hoge priesteres. Kijk, je hebt het boek op schoot. Het gaat over dag, nacht, goed, fout. Maar eigenlijk, alle informatie heb je al. Dat zie je hier ook aan die tora. Daar zit alle wijsheid in. Daar zit goed, je weet het gewoon, maar je bent er bang voor om er naar te luisteren. Dat moet even voelen hoor. Je bent ook eigenlijk bang voor je eigen geluk, dromen en wensen die uitkomen, succes. Je weet dat het er staat, je weet dat het naar je toe komt, maar je vindt het ook heel erg eng en je durft er eigenlijk nog niet helemaal op te vertrouwen. Waterman, kom op hé. Voor iedereen is geluk weggelegd.
Ja, en dan het einddoel. En dat vind ik dan wel weer even een beetje bijzonder. Ik ga daar even twee kaarten bij pakken. Munten 5 en de slang. Oké, daar pak ik ook. Oké, gelukkig. De koning of de koning, de ridder van bekers bij. Oeh, mooi. Ja, zo had ik hem. Overwinnen van angsten. Ik gaf het net al aan. Je bent een beetje bang voor je geluk wat naar je toe komt. Bang voor tekorten, want dat geeft die munt 5 ook aan. Maar het einddoel is om daar juist weer vertrouwen in te hebben dat het ook voor jou bestemd is, dat het ook naar je toe komt en dat het ook mag groeien. Vervolgens ga je ook nog door een transformatie heen. Eén kleine waarschuwing, laat je niet misleiden. Dus zorg dat je die hoge priesteres energie heel dicht bij je houdt. Luister naar je innerlijke stem. Wees niet bang om naar je innerlijke stem te luisteren. Dat is eigenlijk de boodschap. Ridder van bekers. Dus er komt een verzoening. Er komt liefde. Er komt een nieuw impuls. Passie. Beminnen. Ridder van bekers kan wel wat snel op zijn tenen getrapt zijn. Dus hou daar rekening mee. Dat er soms wel iets te impulsief gehandeld zou kunnen worden. Zeg maar aan jezelf. Hè, wat je daarmee wil of doet. Kijk eens even. Die wilde ik nog niet verklappen. Harten. Nieuw begin staat ook voor het kind, maar staat ook zeker voor nieuwe liefde. Enige kanttekening, slang met het hart, let op oranje vlaggen. Dat geldt lang niet voor iedereen, dat kan voor sommige watermannen gelden. Enerzijds een transformatie op liefde, jouw eigen transformatie. Maar zorg er wel voor dat je je hart niet laat misleiden. Dat is wat ik voor jou heb vanuit de Lenneman en de Tarot voor komende maand. En we gaan eens even met de kleurkaart kijken. Hoe jij extra ondersteuning voor jouw energie en chakra's kunt krijgen. Heb je trouwens zoiets van Rijn? Allemaal leuk en aardig. En ik herken wel heel veel. Maar ik wil eigenlijk persoonlijk toch eens even een tip van de sluier hebben. Je kan natuurlijk altijd bij mij terecht in de praktijk. Check eventjes www.mediamireille.nl voor alle consultmogelijkheden. In de praktijk heb ik van de zomer ook een hele leuke actie. Staat een cadeautas ter waarde van ruim 25 euro voor je klaar. Onder andere een edelsteenhanger. Ook het inspiratiepakket zit erbij. Wierook, veel meer leuks. Audiobestanden kun je, audioconsulten kun je aanvragen. Videoconsulten. Heb ik nu ook toegevoegd, dus check gewoon even de website, telefonische consulten. Check ook zeker even www.puremedium.nl voor een direct telefonisch consult. En we gaan eens even kijken voor de kleurkaarten. Oké, welke kleuren kan ik aan de waterman meegeven voor komende maand augustus 2020? Welke kleuren zijn fijn voor de waterman? Je mag aan de wijn. Wees doordrongen van je passie, Bordeaux. En glans. Ontdek je eigen glans. Nou, check je kleding, check je edelstenen, check je wijnvoorraad, zou ik zeggen. Dat is natuurlijk een grapje. En ontdek je glans. Kijk eens even of je aan deze kleuren kan komen. Wees creatief, bloemen, planten, edelstenen. Er is van alles in deze kleuren. Deze kunnen jou gewoon extra ondersteunen, stimuleren en kracht geven. En uiteraard ben je nog niet van me af, tenzij je me zat bent. Dan swipe je me gewoon lekker weg. Ik ga nog even kijken voor een liefdesorakelkaart. Wil jij nou echt specifiek liefde zien? Dan mag je even de liefdeslegging voor augustus 2020 checken. Betekent niet dat ze op het moment dat ik deze video's geplaatst heb er al op staan. Hou gewoon even het kanaal in de gaten. Klik de notificatieknop aan. Dan krijg je vanzelf een melding als er weer wat gebeurt. En daar gaan we. Hij is nog niet gevallen, dus dan pak ik hem niet. Ik heb allereerst voor jou. Voor altijd en eeuwig verkeren jullie in een eeuwige gelukzaligheid. Alsjeblieft, wat een mooie kaart. Zeker met dit hele mooie verhaal erbij. Er wordt meer van je gehouden dan je ooit zult beseffen. Denk er altijd aan, ik hou van jou. Alsjeblieft. Ik wil nog even iets toevoegen. Terwijl ik dit aan het doen ben, krijg ik ook door bij die slang met die harten. Het kan heel goed zijn dat dit nog iets uit je verleden is wat doorcijpelt, waarin je beproefd wordt.
Dus dat wou ik nog even doorgeven. Dus het kan echt met twee verschillende situaties te maken hebben. Ik wil jou heel erg bedanken voor het kijken. Ik wens jij heel veel wijsheid en passie toe voor de maand augustus 2020. Vergeet zeker niet je duim omhoog als je het een leuke video vond. Je reacties zijn meer dan welkom, stel ik heel erg op prijs. En als je de video's wil delen, vind ik dat helemaal super. Dankjewel, tot de volgende. Doei doei!